De benzineprijzen zullen als gevolg van de aanpassing van de wet belasting over toegevoegde waarde, BTW, veel te zwaar en ondraaglijk zijn voor de samenleving. Een middenweg is dringend nodig om vooral de werkende klasse het financieel niet al te zwaar te maken. Met deze woorden benadrukte hoofdbestuurslid van C47, Dayanand Dwarka, zijn zorgen over de 10% BTW-heffing op benzine die in een periode van hyperinflatie niet realistisch is. Als je nu optelt de government take en de BTW van 10%, betekent dat er op elke liter de staat op dit moment 8 SLD verdient. En dat vinden wij in deze tijd natuurlijk veel te veel, omdat ook de doorwerking van brandstof op de productie ontzettend is. En als je nagaat dat er op dit moment ongeveer 35 miljoen liter op maandbasis brandstof wordt verkocht, waarop er zowel de government take als BTW van toepassing is. Dat betekent een hele hoop inkomen voor de staat natuurlijk, maar aan de andere kant een zwaardere belasting van brandstof. Dwarka gelooft dat het effect van aanpassingen de consument in een positie van dubbele uitgaven doet belanden. Volgens hem moet naar mogelijkheden worden gekeken om ook de productiesector beter op gang te brengen. Wanneer de productiekosten toenemen als gevolg van belastingmaatregelen, dat uiteindelijk wordt afgewenteld op dus de consument, dan is het weer zo dus dat wij de verhoogde productiekosten als consument, als werknemers verder moeten gaan betalen. Dwarka meent dat herziening van de wet nodig is voordat die wordt afgekondigd. De effecten bij doorvoering hiervan zullen veel te ingrijpend zijn voor de samenleving.